Sorry, ik ben er echt niet tegen. Yo, leuk dat ik kijk naar Kookt. Mijn naam is Bradley. En jongens, jullie hebben er eventjes op moeten wachten. Maar vanaf volgende week komt eindelijk de prank op Gio LaToy online. Dit is denk ik voor mij echt een van de spannendste pranks die ik ooit heb mogen doen. Vooral omdat ik wat gekke dingen moest doen. En jullie gaan nu kijken naar een teaser van de prank van volgende week. Dit wordt niet zomaar een disaster date, maar een disaster date met een twist. We gaan namelijk Gio LaToy pranken. En de twist is namelijk dat ik een pruik op krijg, en een bril, en kleurlenzen. En ik word volledig onherkenbaar. En Gio gaat denken dat hij gewoon opnames heeft, maar dat is niet zo. Dus laat ik nu maar eventjes snel de vermomming opzetten. Bradley in de visagie en hij krijgt volgens mij een pruik en een lens in, zodat hij helemaal omgetoverd wordt tot iemand anders. Ja. En wij gaan eventjes met z'n drieën, met Simon die de regisseur gaat spelen, even brainstormen over wat we Bradley kunnen laten doen en zeggen. We kunnen hem echt veel laten doen. We hebben een hele studio met allemaal props. Ik denk dat ik sowieso een hele strenge regisseur ga zijn. Ja. Ja. Een hele boze. Ja, niet raar opkijken van Bradley's gedrag. Ja, precies. Alsof het normaal is. Ja, alsof je elke maand een nieuwe onhandige stagiair hebt, zeg maar, want het is wel Bradley zijn eerste dag. Dus hij is heel zenuwachtig en alles is super spannend en hij moet stotteren en heel ongemakkelijk natuurlijk. Ja. Maar er moet dus ook een climax aan het einde zijn, want er moet iets geks gebeuren wat hem echt helemaal soort van, waardoor hij helemaal van het padje raakt. Ja, dus dat gaan we ook even bedenken en dan zien we jullie zo terug. Oké, weet je wat dus wel een dingetje is? Blijkbaar hebben Gio en Bradley elkaar gisteren gezien. Echt gisteren nog. Gewoon elkaar gesproken, gevraagd hoe het ging. Dus het is best wel vers. Bradley is bij hem thuis geweest. Gisteren. Gewoon echt letterlijk gisteren. Als Bradley echt niet een perfect scenario opzet, dan herkent hij hem en dan is het klaar. Ja. Okay. Oh, beeldig. Lelijk dit. I love it. I love it. Oké, en we hebben dus ook dit rad. We hebben dus ook dit rad. En dan moet hij zo, hoe moet dit? Oh. Ja, dus wat we dan doen is, we doen deze open. Ja. Dus als je die open doet en je gaat draaien, kijk, dan van alles zo, gaat het er allemaal uit. Jeroen, zullen we laten zien hoe Bradley eruit ziet? Echt geweldig. Echt geweldig. We moeten stil zijn, want het kan zijn dat hij op boven zit. Oké, 3, 2, 1. Oh, mijn oortje. Hoe heet je? Ik heet nu Stefan en ik ben een Belgische stagiair. Maar ik ga dus Vlaams spreken omdat de stem klinkt dan hoger en mijn moeder is ook Vlaams. En ik praat met mijn familie ook Vlaams, dus vandaar dat ik die stem op ga zetten. Gio kan dus nu ieder moment binnenkomen lopen. Ja, het is bijna 3 uur. Oh ja, hij is er nu. Oh, dat is zo grappig. Ja, wat zo? Ja, dat is niet op jouw zaak. Dat is gewoon, ik ben er echt niet tegen. Wil jij nou weten hoe ik geprankt ben? Hou Kookt TV dan in de gaten. En voor onze vorige disaster date kun je hieronder klikken. Ja. Doei! Doei!